Ik ben Prins Filip, maar Marx. Heb je al eens goed in de spiegel gekeken? Nee. Hoi! Een zwarte? Ja, Marek, jij zei koning Gaspar. Fernand, en jij zei Melchior. En Xavier, ja, jij zei Balthazar. Ah nee, ik ben Xavier. Nee, jij zei Balthazar. Ja, maar ik zal het toch wel weten, zeker? Balthazar, dat is de koning. Nee, ik ben de koning. Xavier, de derde koning. Ja? Die heet Balthazar. Ah, wel, de derde koning. Oh, ja, nu snap ik het. Ja, oeh, de derde koning. Dat is toch Leopold een derde? Ah. Nee, 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 de eerste was een derde. Nee, Leopold de derde was toch de vierde eerste koning, Marisje? Je bent Leopold de eerste. Buenas, Ivane. Alsjeblieft. Ja, hopla. Voor mij een warme choco, alsjeblieft. Nee, maar ik lust geen bier. Maar Mark, dat kunnen we toch niet maken, zie. Allee, Mark. Laat zien dat je een man bent. Kom, doe mij na. Hey. Zie je wel dat je het kunt? Oei. Allee, maar dan komen we nog eens zingen, hè. 1, 2, 3. Drie koningen, geef mij een nieuwe roet. Ons oude is versleten, ons moeder mag het niet weten. Ons vader heeft het geld op de rooster geteld. Allee. Doe ze nog eens vol. Wees vrijgevig voor een ziek kind dat zonder uw hulp gedoemd is om te sterven. Dank je wel. Dank u. Ik vind dat plezant. Ja, Markske. Neem dan nog maar eens. Ja. Het begint met een ne en het staat op uw kop. Wat is dat? Ik zou het niet weten. Een noot. Ja, Markske. Ja, dat is om te lachen. Drink toch maar een slokje. Ja. Zal er nog iets erbij zitten? Een geneverke. Een fantasch. Dankjewel. Bedankt voor uw edelmoedigheid en ook in naam van de treurende vader. En de zoon en de heilige geest. Maar dat komt nog niet goed te verder. Nee, eerst ons in Genever. Ja, allee, hop. Het begint met een ne. En je hebt het juist gekocht. Wat is dat? Een nieuwe noot. Geef mij een nieuwe noot. Drie koningen, geef mij een nieuwe noot. Een oude is versleten, ons moeder mag niet weten. Ons vader heeft het geld op de rooster geteld. Dank u wel. Dank u wel, tot volgend jaar. Drie koningen, geef mij de nieuwe roet. De oude is versleten, ons moeder mag het niet weten. Ons vader heeft het geld op de rooster geteld. Oh, ik dacht al, die stemmen die ken ik. Ja, schoon, hè. Nee, we zingen voor een goed doel. Allee, laat een goed artiest zien. Allee, kom, Fernand, niet doen. Voor welk goed doel? Ja, voor een nieuwe noot. Oh. Drie koningen. Hey, dat is niet van de warme choco, hè? Ja, nee, het is voor een ziek kindje. Zeg, maar waarom hebt u mij dat niet meegevraagd? Dat konden we u toch niet aandoen, hè, Paul? Hier, voilà. €5, hè. Voilà. De heer zal het u 100-voudig vergoeden. Ja, dat is echt wel wat veel, maar je krijgt het in ieder geval terug. Maar alleen, Mark,
Wat krijg je nu? Ik moest ineens denken aan Billieke. Hij probeerde mij in het zak te zetten met 4 op een rij. En toen werd ik kwaad. En dat had ik niet mogen doen. Breng hem eens een bezoek en geef hem een cadeautje. Ja? Een nieuwe noot. Zet je nog niet meer thuis, maar. Maar ik kan u helpen opruimen bij Bomen. Succes nog. Ja, succes. Ja. Ja. Ik begrijp dat hem wil bijverdienen. Hey, kom aan, mannen aan het werk. Zeg, kom, we gaan naar de Villawijk. Kom. Oh, de Villawijk, zeg, maar dat is veel te chic. Maar juist daarom, dat brengt goed op. En daarbij, je weet toch voor wat dat is, hè, Xavier? Ja, ja, maar toch. Ja, Xavier, als het van mijn eigen was, zou ik het niet doen. Hè? Ja, Xavier. De Fernand die denkt nooit aan zijn eigen. Voilà, van kinderen en zotten hoort je de waarheid. Dat is waar. Ah nee, Xavier, kom aan. Drie koningen, je fijne leven. Dachtig. Je ziet dat je niet in een villa-wijk moet zijn om veel geld in het basket te krijgen. 85, 86, 87, 88 en 15 cent. Voilà. Amai. Zoveel. Zoveel? Nee, dat is niet genoeg om een ziek kind te redden, hè, Mark? Zeg, ik vind dat het hoog tijd is om een dagschotel te gaan drinken. Nee, Xavier, we moeten meer geld in het bakje krijgen. We zouden een plaats moeten vinden waar dat veel mensen bijeenkomen. Ah, wel, een café. Maar, we hebben al alle cafés gehad. Ah, ik weet het. Ik weet het. Kap. Mark! Dit is Radio, hallo! Drie koningen, geef mij de nieuwe doek. Mevrouw is versleten. Mark, ze hebben zien de politie achter ons kop. Kom op, hij is. Goedenavond, dames en heren. Zo te zien hebt gij het allemaal goed. Maar er zijn kinderen die op sterven liggen. Verzeld, hè? En voor hen doen wij deze omhaling. Kom, daarmee, Kimmy. Kom. Maar wat is dat? Ja, maar. Pieker, ik ben zo gelukkig. Zijn Mark is zat. Amai. Allee, Mark. Ik vind dat zo schoon, hè. Bedankt voor uw milde steun. Wij zitten nu reeds over de 100 euro. En ik kan u verzekeren dat geld goed zal besteed worden. Ja, momentje. Je hebt gezegd, voor elke euro in de pot, dat je er één uit eigen zak zal bijen. Ja. Geen probleem, zaakje. Alvast. Hier, voilà. Al, hier, 100 euro in de pot. Dan is nu het moment aangebroken om het geld te overhandigen. Mark? Bravo! Geld! Ah, geld. Dames, mijn ziek kindje dat nu in het rolstoeletje zit, zeg ik bedankt. Nozelaar, jij hebt toch geen zieke kinderen. Fernand, houd uw manieren, ja? Paul, ja. Doortje, wij weten allemaal hoe zwaar dat jullie het hebben met die ernstige ziekte van Billy. Ja, maar en onze daarom... Billy is helemaal niet ernstig ziek. Jawel. 46 graden. Ja. En dat je naar Amerika moet om hem te laten genezen. Ja, maar we weten het allemaal. Je moet u echt niet generen. Ja. En meneer Boma gaat dat allemaal betalen. Ja, maar wacht nu eens. Hé, Paul. Je hebt het zelf gezegd. Wat?
Ik heb alleen maar geholpen voor... in Amerika. Oh, maar we hebben geen geld voor zo'n verre reis. Ah, ja. Ja, dan kunnen we zijn ziekte niet stoppen. Hij zal sterven. Ja, dit is zo onrechtvaardig, Paul. Je hebt het zelf gezegd. Ja, ja. Ik was mijn rol aan het repeteren, ja, hè, voor het toneel. Zeg. Mark! Thomas, je hebt toch ook gezegd dat hij ziek was en dat hij daarom niet naar school ging? Ja, maar... Hij was niet ziek. Hij was bang, ja. Hij had zijn huiswerk niet gemaakt. Dat is juist. Ik heb hem nog moeten helpen. Ja, dat klopt. Nou. Hij had 3 op 10. Ziet je, dus is dat geld van mij voor mijn zieke vrouw die niet ziekenhuis ligt. Houd nu eens eindelijk op, zeg. En luistert nu eens allemaal. Er zijn hier in de buurt mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Zouden wij nu niet beter dat geld aan mevrouw Dupont geven, hè? Dat is mooi. Dat vind ik nu echt nobelig van u. Kom, bon amour pour toujours. Alsjeblieft, voor een nieuwe noot. Ja. Bravo. Muziek! Ja, ja. Xavier. Zeg maar, wat voor schmink is dat? Mijn gezicht stijft daar helemaal van op. Tja, hier staat nogthans uit het leder soepel en veerkrachtig. Je hebt daar toch geen schoencrème aan gesmeerd, zeker? En waarom niet? Nog eens met de vod erover en je blinkt gelijk nieuw. Xavier, rap. Sinterklaas zit nog in Spanje en jij moet de kinderen komen bezighouden. Ik? Dat zie je van hier. Ik ben trainer, hè? Geen clown. Dat is toch hetzelfde? Allee, kom vooruit. Allee. Dag, kindertjes. Allee, zeg, Zwarte Piet, vooruit, hè. Ja. Ah ja, Sinterklaas is een beetje ziek. Voilà. Oh. Ja, hij heeft een beetje hoofdpijn en hij zal dus niet kunnen komen vandaag. Oh. Wel veel beter. Domme Sinterklaas, wat doe jij hier? Ah, de brave kindjes komen bezoeken, tja. Het is niet waar, dat is onkel Dimitris. En zijn de kampioenen braaf geweest dit jaar? Ja! Ja, wie? Ja, Sinterklaas! En gaat Sinterklaas zich een beetje gedragen? Zeg, een beetje respect voor hun heiligen, hè? Of Zwarte Piet zal hij van de roe geven. Micro. Beste kindjes en toekomstige supporters van FC De Kampioenen. Er was iets heel lang, lang... Zeg, maak het kort, want ik heb vandaag nog wat anders te doen, hè. Pardon. Natuurlijk zijn wij blij dat zijn geiligheid, niet tegenstaande zijn drukke dagen, toch nog tijd heeft gevonden om met ons samen te kijken naar de spannende match tussen FC De Kampioenen en FC De Knokkers. De Knokkers? Dat zal spannend worden, hè. Ja. Ik stel voor dat we nu allemaal naar het voetbalplein gaan, hè. Kom. Maar Sinterklaas ons niet meer kan onderbreken. Ja. En waar de garage staat van mijn goede vriend Dimitri de Tremery, die uw wagens meer tegen weggeefprijzen... Ah, over weggeven gesproken. Wat voor lekkere dingen zitten er in de zak van Sinterklaas? Ja, dat moet dan mijn assistent vragen, hè. Allee, Piet, telt jij de snoepjes uit? Vergeet die bobaboksen niet, hè. Nee, die bewaren we voor de stoute kinderen, hè. Niet doen, meneer Boma. Denk aan de kinderen. Hoe zit dat hier? Wordt er vandaag nog gevoetbald of niet? Allee, als die anders kan. Vooruit, kinderen. Allee, vooruit. Ja, kom. Dat is goed. Ja, en Paul de Tremery rukt op. Hij gaat door en hij passeert de verdediging. Kom aan, mannen. Vlieg erin. Wil je mond eens houden? Piet. Een verre uittrap. Een heel verre uittrap.
Verdomme, vrouw! Wat de fuck? 05, dat kan nu toch niet meer, zeg. Heb je al dat volk? We maken ons gewoon belachelijk. Ja, en wacht maar. Het is belangen nog niet gedaan, hè? Ja, wie zit er nu ook zo'n sojascheut in de goal? Ja, Mark, hoe zit het? Spent jij nog mee of hoe zit het? Nog geen keer, je kunt de schouw gaan kuisen, hè? Je ziet er vandaag precies zo zwart in. De kampioenen geven echter niet op. Ze gaan keihard in de tegenaanval. En ja! Langs de linkerflank en Paul Wolde Tremmery is niet te stoppen. Daar gaat hij wat spijt van krijgen, dat beloof ik u. Dat is iets waar hij loopt, hè? Het veld is toch groot genoeg? Zeg er erbij een beetje respect voor de aardige mannen, meneer Boma. Weet je dat hij er weer naast zat? Is die waar, hè? Hooligan! Ah, 1-5. Dat erger kunnen zijn. Ja. Dankzij DDT hebben we niet verloren. Dag, stoute kinderen. Oh, jij zat in geen voet binnen, kameraad. Over mijn doodlijk. Kom, lieve kinderen. We gaan verder feesten. Zalig zijn de simpele variërs. Zijn u eigen aan het troosten, meneer Boma? En zeggen dat ik bijna alleen voor de goal stond. Ja, had uw fameuze onkel er maar geen stokje voor gestoken. Ja, maar Dimitri heeft Paul nooit goed kunnen verdragen, dat is het. Och, trek het u niet aan. Ieder familie heeft zo zijn zwart schaap. Ja. Voor de knokkers! Hip, hip, hip! Hoera! En hoe zit het met de garage van DDT? Alles oké! Voilà. Allee, dat is dan 5 frank voor de koekske, 10 frank voor de lekstok. Ja, het is ook voor Sinterklaascrisis, hè? Als dat kikker die ophoudt, dan spring ik straks uit mijn vel van colère. Amai, dat moet ook geen gezicht zijn, hè? Ella! Zeg jij dat stout kipperke niet die eruit uitgeschot heeft van mijn goede vriend Dimitri de Tremmery? Ja, Sinterklaas. En dat is niet de eerste keer dat dat gebeurt, hè, vind je? Nee, Sinterklaas, maar dat is omdat de wind soms... Ja, ik moet allemaal niet weten, kom, dat is dan 1500 frank. Oh, zeg, is dat hier bijna gedaan? Laat maar ik mij rust of ik zal u... Of wat? Je vergeet dat ik Sinterklaas ben, hè? Je zal het nooit meer doen, Sinterklaas. Kom maar. Excuseer, ik ben Sinterklaas. Eindelijk, dat is André. Sterveling, gegroet. Dag, eerwaarde. Maar als ik vragen mag, wie zijt gij? Ik ben een collega van u. Allee, eigenlijk een stagiair. Er is maar 1 Sint-Nicolaas. En je zou u moeten schamen mij zo belachelijk stand te maken. Niet waar, Pieten? Het is te zeggen, monseigneur, ik ben hier verder om de kampioenen te helpen, uit de nood te helpen. Niet waar, vrienden? Je bent een bedrieger en ik kan dat bewijzen hier. Dimitri wordt gescalpeerd? Is dat een manier om een bisschop te behandelen? Hela! Hela! Merci, man. Je bent niet herkennen, hè? Ja, ik heb dat met graagte gedaan. Maar wij moeten verder gaan met onze ronde. En 1 ding is waar. De kinderen hoeven niet bang te wezen, want ze krijgen allemaal, Piet komt dat brengen, snoepjes en cadeautjes. En voor iedereen wens ik een zeer prettige Sinterklaasavond. En dag, kampioenen! Dag, Sinterklaas!